De Super Mario Bros. Movie is uit en jij vraagt je natuurlijk af, moet ik deze bekijken of niet? Gelukkig heeft onze Cody hem helemaal bekeken en hij heeft een boekje meegenomen om op te schrijven wat hij er nou precies van vindt. En vandaag gaat hij ons 5 redenen vertellen waarom je deze film absoluut moet kijken. Cody. Klopt, dat ga ik doen. Tip 1. 1. Jack Black als Bowser. Eigenlijk is dat al 5 redenen. Want die gast is, hij is hilarisch. Ze hebben gewoon tegen Jack Black gezegd van, jij bent Bowser. En dan vroeg hij, ja maar moet ik, nee, je bent Bowser. Dus Bowser is Jack Black en Jack Black is Bowser. Hij gaat volledig overboord. En hij geeft zeg maar een hele nieuwe betekenis aan het eng zijn van Bowser. Oké. Okay. Zonder te spoilen. Hij is wel echt enorm, hè, Bowser in de film. Ja. Dus gewoon, Bowser kan natuurlijk verschillende gedaantes aannemen. Als je bijvoorbeeld in Super Smash hebt, dan is hij wat kleiner. En in Mario Kart. Maar hier is hij enorm. Ja, ja. Een enorme schildpad. Een enorme schildpad, een, ja. Een ja. boze schildpad. Hij is, de rest van de cast is ook leuk. Ik heb me niet gestoord aan Chris Pratt. Ja. En Natalie Joy als Peach was gewoon leuk. Charlie Day als Luigi. Als Donkey Kong? Ja, ook leuk. Ook leuk. Seth Rogen heeft een beetje eigen twist eraan gegeven door in te brengen dat Donkey Kong Mario haat. En dat werkt, dat is alles wat ik zeg. En hij doet ze. Zijn lachje. Sneakt hij er misschien wel in. Dus de cast is gewoon perfect? Ik bedoel, is Chris Pratt perfect? Nee, maar het gehele plaatje, het is echt een hele leuke cast. En het werkt echt voor de film. Oké. Okay. Reden 1 was dat. Top tip! Tip? Het was geen tip. Het was een reden. Maar topreden. Reden 2. Dat is het ongekende volume aan Easter eggs in deze film. Het is natuurlijk de eerste echte animatiefilm op Hollywood productieniveau van Nintendo. In samenwerking met Illumination. En je weet gewoon niet waar je moet kijken. Je hele beeld is non-stop vol met Nintendo overload. Ze willen dat jij naar Mario kijkt, maar rechtsboven zie je dit, linksboven zie je misschien wel iets van dat. En het, allemaal geheimpjes en details die je moet vinden. Knipoogjes. Dus eigenlijk is het perfect om meerdere keren te kijken om te zien van, oh, wat kan ik nu weer ontdekken in deze scène. Ik ga bij de première direct weer. Want ik heb nog zoveel gemist. Okay. Dus dat is echt reden 2. En noem één ding waarvan je echt heel enthousiast was, gewoon van een game of van een personage. Oké, de allerlichtste spoiler die je kan geven. Op een gegeven moment, dit is een subtiele, op een gegeven moment dan vliegt er iemand door een ruit van een café heen. En dat café heet de Punch-Out Café. En dat is dan van... Oh, oké. Okay. Ja, dat soort leuke geins. Maar je ziet bijvoorbeeld ook hele bekende apen naast Donkey Kong. Ja. Heel subtiel, net even in beeld. Wow, mini-spoiler. En dat doet heel veel met mij. En dat hoef je niet te zien. Want er is links, rechtsboven is misschien wel fucking... Link, weet ik niet, hè? Oké, dus eigenlijk gewoon een overload aan allemaal geheimpjes en details die je allemaal kent als je een Nintendo-fan bent. Dat is het, ja. Oké, topreden. Reden nummer 3. Reden nummer 3. De soundtrack. Dat is eigenlijk een beetje vals spelen, want dat is eigenlijk ook een beetje reden 2. Ja, nou, dat zeg je eigenlijk goed, want je hebt natuurlijk een oneindige bibliotheek met Mario-muziek. En je weet dat Donkey Kong erin zit, dus die hele bibliotheek krijg je er ook nog bij. En ze maken daar zo goed gebruik van. Hebben ze Donkey Kong muziek terug laten komen in de film? Do you want me to say it? Ja? Maybe. Op een vette manier? Heel vet, ja. Het is ook heel zelfbewust. Maar een klein voorbeeld is die Tune in nu doen. Wat ze doen is, je ziet de camera en dan gaan ze even naar ondergrond. Ja. En wat ze dan doen is, het is helemaal stil en ze gooien even die... Alleen dat is alles wat ze erin gooien. Ja. Maar jouw hersenen is die muziek al aan het afmaken en ook aan het, dus die soundtrack met oneindig veel Mario liedjes die ze echt leuk implementeren. Dat is echt tof. Oké, te gek. Reden nummer 4. Reden nummer 4 is eigenlijk reden nummer 2 en 3 bij elkaar. Het is gewoon, je kan het niet helpen, je bent gewoon 2 uur lang aan het lachen. Soms is dat want ik ben natuurlijk een journalist. Als in, het is heel grappig? Nee, als in ik ben me zo aan het vermaken. Ja, ik ben zo'n leuke activiteit aan het doen. Omdat je bent gewoon de hele tijd blij en je herkent dingen. En dan zit ik echt naar mezelf te kijken van, oh ja, ik ben aan het lachen. Stop met lachen. En dan 2 minuten later was ik me weer van bewust dat ik zo'n glimlach op mijn gezicht had. Ja. En over het grappige gedeelte, Illumination is slapstick humor. Net zoals de Minions. Het is gewoon een beetje dump and dumper vibes, weet je wel. Okay. Dikke en de dunne. Dat soort humor, daar leunt het wel op. En dat is wel geinig, maar de glimlach, dat is hem. Jij krijgt die
toevallig. Dat is grappig, want dat liedje zit er dus niet in. Tip 5. De laatste tip. Ja. De reden. Het is een reden. Tip 5. Nee, misschien is het wel een soort van tip aan Nintendo. Want ik ken natuurlijk allemaal de MCU. Ja. Maar misschien is het wel het begin van de NCU. Oh, maar zitten er aanwijzingen in dat dit misschien wel doorgetrokken gaat worden? Ja, je kan, als je de film ontleedt, ga je aanwijzingen vinden. Absoluut. Ja? Er is ook een post-credit scene, dus dat is geen spoiler. Ik zeg alleen blijf zitten, ook na de tweede aftiteling. Nice, oké, dat is tof. En zit Samuel L. Jackson erin? Absoluut. ja, zeker. Hij is Peach eigenlijk. $10 says you're wrong. Maar nee, ja. Ik vermoed, en alle ingrediënten zijn er om dit gewoon een hele universe te maken. Dat we over fucking 10 jaar een Donkey Kong franchise hebben gehad. Een Kirby franchise, een Mario franchise. Ja. En dat we dan met z'n allen vechten tegen Master Hand. Maar dit is eigenlijk al een soort van een combinatie van de Nintendo Cinematic Universe. Het is heel tof om te zien dat Mario en Donkey Kong weer een podium delen. En dat is heel lang niet zo geweest. Je ziet in deze film dat ze net zo trots zijn op Donkey Kong als op Mario. En dat zegt mij genoeg om te vertellen dat er mogelijk een Donkey Kong spin-off komt. En daarna mogelijk Star Fox en daarna mogelijk Kirby. Het kan een NCU worden. En dat is eigenlijk al reden genoeg om deze film te gaan kijken. Om voor jezelf te kunnen beseffen van... misschien zijn we hier nog al 10 jaar mee bezig. Wie is jouw favoriete personage in deze film, behalve Bowser? Peach. Peach. Serieus? Peach is fantastisch. Peach is echt fantastisch, ja. Oké. Okay. Nou, dan weet je dus alle 5 tips, of redenen, om deze film te kijken. Allemaal verpakt in een handige video. Ja. En wij hebben hem gemaakt. Oh, shit. Yahoo! Ja, bedankt voor het kijken en hopelijk had je hier wat aan. Laat even weten in de comments als je hem gaat kijken of als je hem al hebt gezien en wat je daar dan van vond. We zijn super benieuwd. Geef hem eens even een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En abonneer je op ons kanaal als je meer van dit soort video's wilt zien, want we maken er nogal wat. Ja, bedankt Tekoni. Jij bedankt.